President Desiree Bouterse heeft in het militair ziekenhuis CIMEC te Havana hoog bezoek ontvangen van de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. De Cubaanse president wenste het Surinaamse staatshoofd een spoedig herstel toe en gaf de garantie dat Cuba klaar staat om waar nodig in te komen bij het verder herstelproces. Ook de verdere verdieping van de relatie Suriname-Cuba kwam kort aan de orde. President Bouterse gaf aan het bezoek van zijn Cubaanse ambtgenoot bijzonder op prijs te stellen en bedankte de Cubaanse regering en het volk voor de ondersteuning en de gastvrijheid. Bij het bezoek van de Cubaanse president gisteren waren ook de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez Paria en de ambassadeur van Suriname in Cuba Ike Antonius aanwezig. President Bouterse is op Cuba herstellende van een medische ingreep die succesvol is uitgevoerd. Na het volledig herstel zal hij samen met First Lady Ingrid Bouterse Waldering afreizen naar Suriname. Dat meldt de directeur van het Nationaal Informatie Instituut.